Like de video met je duim. Ik daag je uit. Van mens naar superheld. Dat is het doel van vandaag. En wij moeten proberen om de sterkste in het spel te worden. We zien er nog niet echt uit als een superheld. Maar we kunnen al letterlijk door muren heen mappen. Zo sterk zijn we. Moet je nagaan hoe we er aan het einde van de video voor staan. Help mij mee. Bedenk een superheldennaam in de comments. Watermeloenman. Super watermeloen. En dit is wat we nodig hebben. Namelijk een eerste upgrade. Dus als het goed is en ik map nu... Oh... My gosh. Doen we dat al veel beter. En ik zie dat we ergens naartoe moeten. We kunnen naar de volgende wereld. Wow. En deze muur is dus ook een stuk harder. Oeh, kijk dan. We kunnen er veel minder makkelijk doorheen komen. Het zou dus best kunnen dat als we hiermee doorgaan, dat we level up gaan. Oh man, dit is bizar. We kunnen al naar de volgende area. Hebben we nou letterlijk... We hebben gewoon een tunnel gemapt. Stel voor, je ziet gewoon iemand tegen een muur mappen. En als je een half uur later terugkomt, heeft hij een tunnel gemaakt. Let's go. Oké, dit is wat steenachtiger. En je kunt je dus ook wel voorstellen dat de muur in deze area een heel stuk harder is. Maar daar maken wij ons geen zorgen om. Wij mappen erop los. Want wij willen een superheld worden. Ik ben nog steeds aan het nadenken over een goede superheldennaam. En ik wil er eigenlijk wel iets in hebben van watermeloen. Als je namelijk kijkt naar superhelden, dan is hun naam vaak gebaseerd op hoe ze eruit zien. We hebben nu alweer de volgende wereld bereikt. Ja! Oeh, en over hard gesproken, deze wereld is letterlijk helemaal van steen. Maar de grote vraag is, kunnen we al door het steen heen? Oh, je merkt al wel dat dat een stuk moeizamer gaat dan in de vorige wereld. Maar met een beetje wilskracht komen we al een heel eind. Oh, dit is de tunnel van iemand anders. Wacht, wat? Wat voor vuisten heeft hij? Wij gaan het eerst nog een beetje bescheiden houden. Oh man, ik ben serieus zenuwachtig. Volgens mij ga ik Roblox breken aan het einde van de video. Als we nu al zo sterk zijn. Ik bedoel, kan je je voorstellen hoe dat er zo meteen aan toe gaat? Oh wacht, wat gebeurt er? Gaan we weer level up? Ik zei het toch. Oké, we kunnen weer naar een nieuwe wereld. En hier is alles van hout. Haal maar alvast een pincet, want ik ga splinters krijgen. Oké, laten we een mooie plek uitkiezen. Hier zo. Kijk dan, je ziet ook letterlijk dat het bestaat uit allemaal blokken hout. Het lijkt wel alsof mijn Roblox karakter in Minecraft zit. Oké, maar nu ben ik echt extreem benieuwd. Je merkt trouwens al wel een beetje aan hoe we eruit zien. Dat dat anders is dan in het begin. Oh, we hebben 1 miljoen kracht trouwens. En we gaan alweer bijna naar de 2 miljoen. We hebben niet genoeg kracht voor de nieuwe wereld. Oké, dus we moeten er nog even lekker mee doorgaan. En hoe ziet die eruit? Dat is letterlijk een soort van stad. En ik begrijp waarom. Superhelden zijn vaak nodig in een stad. Ik heb een cape! Ik heb een cape! Hé, laten we eerlijk zijn. Een superheld heeft een cape nodig. Nou, kunnen we de stad redden? We kunnen letterlijk niet eens door de muur heen. Oh my gosh, ik was zo zelfverzekerd. Oh, kijk dan. We hebben 10 keer moeten mappen voor alleen dit deukje in de muur. Oké, dat zegt mij genoeg. Dat betekent dat we echt nog wat te trainen hebben. Maar wat ik wou zeggen is dat superhelden vaak nodig zijn in de stad om daar de slechterikken weg te drijven. En daarom moeten we nu al leren om dat te kunnen. Kunnen we niet iets halen om dit sneller mee te laten gaan? Als we zouden willen, kunnen we nog een keer upgraden. Dit hadden we alleen nog maar gedaan aan het begin van de video. Oeh, en je merkt... merkt wel dat deze upgrade ons heeft geholpen. Oké, volgens mij gaan we weer level up in 3, 2, 1. Sneeuw! En sneeuw is natuurlijk niet zo hard. Oh, kijk onze outfit trouwens. Maar vergeet niet dat er ook nog zoiets bestaat als ijs. En ijs is wel hard. En ik kom weer bijna niet door deze muur heen. Er zit dus maar één ding op. En dat is trainen, trainen. En een beetje trainen! Precies. Je merkt dat als we eenmaal onze vuisten hebben getraind om door een soort muur heen te komen, dat we het kunnen doorzetten vanaf dan. Oké, wat ga ik doen? Ga ik nog kijken of er iets anders is? Oké, volgens mij zijn we level up. En zijn we dus ook bijna aan het einde van deze wereld. De vraag is dan, we kunnen inderdaad naar de volgende. Oké, we zitten nu een soort van onder de grond. Ik zie namelijk allemaal diamanten en zo. Ik ga weer voor een upgrade. En moet je zien, we hebben letterlijk al een rode cape. Ik vind wel dat we iets weg hebben van Superman. Maar wij zijn veel superder. Oh man, ik ben serieus zenuwachtig. Hoe gaan we eruit zien aan het einde van deze video? Ik heb ook het idee dat we zometeen de keuze kunnen maken of we onze kracht en superkracht gaan gebruiken voor het goede of het slechte. Inderdaad, een superheld of een slechterik. Zo heb je bijvoorbeeld Spider-Man, maar je hebt ook Venom. Maar wacht even. Yes! En we gaan alweer door naar de nieuwe area. En dit is letterlijk de stad. En oh my gosh. Ik merk het nu pas. Ik ben ook een heel stuk sneller geworden. En kijk naar onze gele cape, schoenen en riem. Ik voel me een superheld. Oeh, maar deze stenen muur is vrij lastig om doorheen te komen. Al moet ik zeggen, terwijl ik die zin uitsprak, waren we er eigenlijk al doorheen. Ik ben een verwende superheld. Oké, stel voor, jij hebt één superkracht. Onzichtbaar zijn, vliegen of kunnen teleporteren. Eén van die drie. Welke zou je het liefste willen? Als je kan vliegen, heb je nooit meer een bus, een fiets of iets anders nodig. Eigenlijk geen eens schoenen, want je loopt niet over de stoep of zo. Je vliegt. Als je kunt teleporteren, hoef je niet eens meer te vliegen, want je bent er gelijk als je dat wil. En als je onzichtbaar bent...
het is gelukt. We zijn de sterkste superheld in het spel. We hebben een regenboogcape. Waar was ik ook alweer? Oh ja, als je onzichtbaar bent, dan kun je letterlijk overal zijn zonder dat mensen dat doorhebben. Je zou dus iedereen in de maling kunnen nemen. Maar ik zou denk ik gaan voor teleporteren. Dat je gewoon in een ogenblik aan de andere kant van de wereld kunt zijn door bijvoorbeeld in je vingers te knippen. Dat is wel echt heel gaaf. Of is er een andere superkracht die jij kan bedenken? Laat het in de comments weten. Oké, we gaan weer verder, want oh my gosh, dude. Volgens mij hebben we nu het maximale bereikt, toch? Ik bedoel, kijk even. We zijn letterlijk helemaal van regenboog. We zijn overduidelijk geen doorsnee mens meer. Wat is dit? Weer een nieuwe area. Nee, maar serieus, ik ben echt heel benieuwd. Gaan we er zo meteen anders uitzien? Oeh, deze muur is helemaal van ijs. En dat is precies wat ik net vertelde. Ijs is kei en keihard. Om daar doorheen te komen, moet je echt vuisten van staal hebben. En dat is natuurlijk waar wij voor trainen. Sterker nog, dat is waar ik mij voor upgrade. Dus als het goed is, oh, zelfs dan is het bijna niet te doen. Maar kom op, ik wil weten of we nog een ander superhelden outfitje krijgen. Regenboog is in de meeste games het maximale wat je kunt bereiken. Het is letterlijk alle kleuren bij elkaar. Je hebt goud, je hebt zilver. Maar ik ben benieuwd. Volgens mij gaan we zo meteen toch nog een keer level up, hoor. 3, 2, 1 en een half en een kwart en 1/8. Ah nee, we zijn niet level up gegaan. En we hebben zelfs te weinig om naar de volgende area te gaan. Dus we moeten nog even doortrainen. Ik vind het eigenlijk wel leuk dat je dus gewoon letterlijk van een mens naar de sterkste in Roblox gaat. Oké, daar gaan we. En we gaan naar... En moet je dit zien? We zijn weer een soort van opnieuw begonnen, omdat we het spel hebben uitgespeeld. Maar net toen we begonnen waren, zagen we er niet zo uit. Dus moet je je voorstellen als we nu gaan doortrainen en we gaan weer naar het maximale, hoe we er dan komen uit te zien. Misschien zijn we dan wel dubbel regenboog. Is waarschijnlijk een super sterke punch. Ik bedoel, moet je zien hoe makkelijk we naar de volgende area gaan? Oh my gosh. Ik bedoel, kijk dan. Kablam. Oh, maar dit is niet normaal. Dit is... Ik bedoel, even serieus. Ik weet niet meer precies hoe lang het me net duurde, maar ik ga binnen een paar seconden ga ik naar de nieuwe area. Ik ga tellen. 1, 2, 3, 4... Nog ineens 4 seconden. Laten we zeggen 3,5. Oh man, ik ben zo benieuwd. Hoe snel kunnen we het spel nog een keer uitspelen? Hier, we gaan weer naar de volgende. En dit is volgens mij alweer bijna de stad. Dat is waar we net echt 10 minuten over hebben gedaan of zo. We zijn alweer bij de volgende. De sneeuw area. Kijk naar onze outfit. Oké, we gaan gewoon weer verder. Oh man, moet je zien. We gaan letterlijk door het sneeuw heen. Alsof we van lava zijn. En we zijn nu alweer hier. Let op, 3, 2, 1. Dude, als mensen in het echt op deze manier tunnels zouden kunnen maken, dan zou waarschijnlijk heel de wereld ondergrond zijn. En zelfs hier, door deze stenen muur, waar we eerst zoveel moeite mee hadden. Kablam. Kablam. En we zijn alweer bij de volgende. Ja, ik ben echt serieus. Volgens mij ga ik binnen een minuut de game weer uitspelen. Maar dan ben ik echt heel benieuwd. Wacht even. Nee, wacht. Dit is een hele nieuwe wereld. Hier zijn we helemaal nog niet geweest. En daarom dat we hier ook bijna niet door de muur heen kunnen. Ah, dus als je een rebirth doet, kun je verder in de superheldenwerelden. Oh, ik kom hier bijna niet doorheen. Kijk dan. Tenminste, het lukt wel redelijk, maar het is wel wat anders dan net. Maar dat we van mens naar superheld zijn gegaan, dat is zeker. En nu we een superheld zijn, wil ik toch ook even voelen hoe het is om Spider-Man te zijn. En met ons web kunnen we letterlijk tussen de gebouwen door. We hebben zelfs een robotspin. En deze vecht letterlijk voor ons. Net zoals dat we een cape hebben, waarmee we onzichtbaar kunnen worden. Of wat dacht je van het super zeldzame Hulkzwaard, waarmee we elke vijand binnen no time kunnen verslaan. Dude, ik ben letterlijk van mens. Hey, ik heb een schild. Van mens naar superheld gegaan. Oh, het schild is super sterk. Kijk maar, ik loop een stukje weg. Ik gooi het en hij is af. Abonneer voor meer en adios.